Ten eerste, ik heb de 17.000 abonnees gehaald. Ja! Ik ben al heel hard op weg naar de 18.000. Dus voor iedereen die geabonneerd heeft, super bedankt. En hallo nieuwe kijkers. Yeah! 1, 2, 3, go! Erikos, Erikos, Erikos gaat helemaal los. Oh my god, Erikos! Erikos! Het is op dit moment zaterdag en ik ben net terug van Kermis FM. Zoals je kunt zien ben ik een van de crew members. Jazeker, het was echt super tof. Ik heb veel nieuwe dingen geleerd, nieuwe dingen gedaan qua camera, radio. Ik heb vandaag ook wat dingen gevlogd op de Tilburgse kermis, want daar is Kermis FM. Die zet daaruit. En hier komen wat beelden! Yeah! Ik loop hier op de Tilburgse kermis en... Jazeker, ik ben verslag aan het doen. Live op de radio. En ik ben ook al gisteren aan de slag geweest met een cameraploeg. Dat was super vet. Maar nu net in de radio geweest. Verslag gedaan vanaf het stadhuis in Tilburg. Nu net op het station geweest. Dat was super tof. Hoi, ik dacht je maakt een panorama. Ik denk al dat is wel een verkrekte panorama geworden. Moet ik zwaaien? Ja, zwaaien. Hi! Hoi, ik loop hier met Evert. En hier achter mij is de Kermis FM redactie. En we lopen nu richting de dampende, stampende Piersplein. Nee, Kermis FM plein. Ja, en de studio van Kermis FM. Je vergeet de intro. Nee. Oh, ja. Go Erikos, 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 hij gaat los. Yeah! Achter mij hier is het begin van de kermis. Kijk, het is vandaag zaterdag. Het was vandaag niet zo lekker weer. Ik heb één item opgenomen over de regen. In de regen. Van een plas heb je net. Met een poncho aan. Die staan de kraampjes. Nou, is dat niet leuk? Is dat niet leuk? Die sfeer hangt er al lekker bij je. En ik ben nu klaar en nu gaat het zonnetje schijnen. Wat een nice trick. Maar jij gaat nu in de Kermis FM studio ga jij... ik ga schieten lied en trek een trek doen. Oh, dat klinkt best wel... Kinky. Kinky inderdaad. Maar dat is wel heel erg leuk hoor. Ja. Misschien kan je wel... En wat houdt het in, trek en trek? Trek en trek is ga je heel hard aan een touwtje trekken. Ja. Dan komt er een CD omhoog met een titel erop. Ja. En daar mogen de mensen dan een Nederlandstalig liedje bij kiezen. Ah. Ja. Wow. Maar misschien een lied doen. Nou, dan kun je ook janken van geluk als je daar mee gaat doen hoor. Echt waar? En met die stampende, dampende artiesten, dames en heren. Dit is Dit is het podium! En al het geld gaat naar het doel achter het huis en swimmingpool. Ja, ogen zijn de spiegel. En ik smeer je met de hand op mijn hand. Ga naar huis! Wie kent hem niet, hè? Hier achter mij is de studio, kijk. We hebben hier een eigen glazen huis. We nemen even de VIP-ingang. Dit is de radiostudio. We staan in de Stista studio. Ja. Het is wel heel erg druk. Maar het is wel heel druk. En dit is zeg maar het plein achter mij. Naar die kant. Ze gaan nu nieuws lezen. Oh, dan hebben we het lied weer hoor jongens. Ik rij nu terug naar huis. Mijn telefoon heb ik nu bevestigd aan mijn zonneschermpje in mijn auto, dus dat jullie me beter kunnen zien. Je zou het niet verwachten, maar ik ben echt helemaal kapot. Filmen, presenteren en... Nou, je wordt echt, op zo'n dag word je echt super erg geleefd en overal naartoe gestuurd. En editen, filmen, presenteren... Ja, je zou het niet verwachten, maar het is echt super vermoeiend. Ik heb ook nog even een gratis ritje in een attractie gedaan samen met Lindo Duval. Misschien ken je hem als ex-DJ van 538 en doet nu... Decibel en Veronica geloof ik. En ook met Evert Muis. Die heb ik leren kennen daar. Super toffe kerels. Dus dat was wel heel erg vet. Volgend jaar weer denk ik. Het was echt super tof. Kermis FM. Nou, dat waren de beelden van de Tilburgse kermis en mijn Kermis FM ervaring. Geef deze video even een duimpje omhoog. En Lindo Duval, als je dit kijkt. Hey! Nodig me een keer uit in de studio. Lijkt me leuk. Wacht eens even, ik weet wat leuker is. Als jullie nou voor mij Lindo Duval even de groetjes doen.
op Twitter met de hashtag Spammikos. Hier zo. Doe in ieder geval even de groetjes en plaats mijn videolink en deze hashtag even. En ja, superleuk. Laat hem even weten. Want ik graag bij in de studio wil komen. Dat zou ik heel tof vinden. Oké, doei. Tot in de volgende video. Ciao.